Anouk, de finale. Gefeliciteerd. Kan je het al een beetje beseffen? Nee, eigenlijk nog niet. Nee, ja, we schreeuwen wel in de kleedkamer, maar ik zit echt zo van, wat gebeurt hier vanavond? Maar dat besef komt wel eventjes, straks in het wel eventjes wat foto's zien en dan bespreken en dan komt dat besef wel. Ja, we staan er in een mixzone, 20 minuten na de wedstrijd ongeveer. Ik hoorde al wat geschreeuw net, dat konden we vanaf hier horen. Wat gebeurde er allemaal in de kleedkamer? Ja, iedereen is door het dolle heen, gewoon finale, gewoon in, voor mij is het heel speciaal in dit stadion. Ik heb hier 8 jaar gespeeld en ik wil hier die finale gewoon winnen. Emoties ook? Ja, die komen straks wel, denk ik, als het echt het besef gaat komen. Ja, dan klinkt het laatste fluitsignaal, dan rennen jullie met elkaar allemaal het veld op. Ja, wat gaat er dan door je heen? Ja, ik had nog niet het idee dat het na die goal direct was afgefloten. Dus ik dacht, wat doet iedereen hier, we zijn nog niet klaar. Maar dan zag ik volgens mij de scheids alweer op de middenlijn staan. Ik dacht, ja, we hebben hem nu, we gaan naar die finale. Maar ook gewoon, ja, Engeland is nummer 5 van de wereld, maar gewoon van de mat geveegd. Ja, ze hebben echt de lange bal gehanteerd en je ziet als we daar onderuit kunnen voetballen, ja, resulteert dat direct in een 1-0 en daar putten we echt heel veel vertrouwen uit. Ja, vind je ook niet erg volgens mij als ze de lange ballen gaan spelen? Nee, doe maar. Ik spring die lucht alweer in. Nu wacht de finale tegen Denemarken, zondag om 5 uur, hier weer in Enschede, jouw stadion, zeg je al. Ja. Wat verwacht je van die finale? Ja, Denemarken ook, die zijn door het dolle heen, hadden ze nooit verwacht, dus die gaan ook alles geven. En, ik weet niet, hebben ze verlenging gespeeld of penalties? Volgens mij, ik hoop dat ze... Ja, penalties. Ja, ik hoop dat ze een beetje vermoeid zijn, want we hebben dat 2 dagen rust. Maar ja, wij zijn fit en wij gaan echt knallen zondag. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, en je weet hoe het moet tegen Denemarken, natuurlijk 1-0 gewonnen van ze. Is dat ook een voordeel, denk je? Ja, ik denk dat we weten waar we ze pijn moeten doen. En je weet ook wat je kan verwachten van Denemarken. Het is ook weer lange balvoetbal. En ze hebben natuurlijk 2 hele goede spitsen met Nadim en Harden. Dus daar kunnen we vol onze handen in, of onze tanden in bijten. Ja, nou wordt er tijdens het EK veel gesproken over sportiviteit. En die vrouwen zijn leuk tegen elkaar. Vandaag was het iets minder vriendschappelijk volgens mij. Hè? Ja, maar er zat zoveel op het spel. En dat krijgen we gewoon. En, als je 2-0 achter staat, kan ik begrijpen dat de Engelsen een beetje gefrustreerd raken. Maar hoort erbij en je ziet verder geen gekke dingen. Dus een beetje emotie mag best. Komt wel puur door de belangen, denk je? Ja, dat denk ik zeker. Nog iets anders. Vandaag 27.093 toeschouwers. Nou, dat is verreweg de drukst bezochte Nederlandse vrouwenvoetbal ooit. Wat vind je daarvan? Ja, toen we hier binnenreden met die bus, zag ik al alles stond vol met... Met supporters helemaal in het oranje. Ik dacht, oh, hoeveel zijn dit er? En dan klinkt dat Wilhelmus. En je hoort jezelf niet eens meer zingen, want je hoort het hele publiek zingen. Is echt gewoon, gewoon absurd. Ik zat te kijken en waar je ook keek, je zag oranje. Dat is echt geweldig. Ja, was het op het veld soms niet al te vriendelijk. Engeland is natuurlijk ook een ploeg waar je nog een appeltje mee te schillen had. 2009 waren zij te sterk in de halve finale. Is het dan ook wel een beetje een revanche? Ja, volgens mij zaten er niet zo heel veel bij 2009. Dus voor mij was het persoonlijk geen revanchegevoelens. Maar ik wil niet verliezen en vooral niet van die Engelsen. Dus maakt mij niet uit welk team er staat. Ik wil niet verliezen. Ga lekker van genieten en succes zondag. Ja, dankjewel.